Duimpje, zijn we dan. Als je de beer wil zien met dat blauwe verblijf, dan kost het je $5. Ja, dat is echt magisch. Dat slaat echt helemaal nergens op. Er zitten gewoon met die mensen in de achtertuin hier. Daar zet ik nog gewoon mijn auto neer. Dus... Goedemorgen. Zo, we gaan uitchecken zo. We zijn nog even aan het opruimen. We hebben gisteren een... Ja, dat is waar. We hebben gisteren een zooitje gemaakt met de fire pit. Nee, valt mee. Ja, het valt mee. ja, misschien hadden we dit beter niet kunnen doen op die manier. Hoe groot is die container? Nou, nog groot. Oké. Maar ja, we hebben... eigenlijk een beetje, klein beetje misdragen. We hebben gewoon op een gegeven moment die hele wc-rol erin getiefd. Het werkte dus niet. Nee, het was geen groot succes. Nou, we zijn bij onze Airbnb, we gaan zo uitchecken. En dan gaan we door naar de zoo. We gaan naar de dierentuin toe, de zoo Boys, Boise. Dat is een zoo in Idaho, of Oregon, waar we zijn. Idaho, ja. Die gaan we checken. Het is niet een hele grote zoo, dus we zijn benieuwd hoe lang we daar bezig zijn. En de dag daarna rijden we door naar John Day in Oregon, dat wel. Daar slapen we 2 nachten. Dus we gaan nu even opruimen. En dan checken we uit zometeen bij Lucas, onze host van deze Airbnb. En dan gaan we richting de zoo, de Zoestraat. We hebben hier trouwens best wel een sikke stoel. Lijp. Alright, even binnenkijken. We zijn aan het opruimen. Ik vind het lekker ontbeten. Deze keuken ga ik wel soort of missen. Wel heel mooi. Maar we snappen dus echt helemaal niks van deze oven. Hier staan al de ovendingen. Dat zijn de kookpitjes natuurlijk. Maar hier hebben we de ovenopties. Geen idee hoe je dit doet. Maar ja, we gaan toch uitchecken. Dan gaan we zo meteen naar John Day. Eerst naar de dierentuin. John Day hebben we volgens mij een iets simpelere keuken. Hoop ik in ieder geval. Oh, lekker zo dat licht naar buiten komt. Het raam van de auto is opgeslagen. Zo, in ieder geval de keukenlampjes uit. En dan denk ik dat we er zo door gaan. Dat is trouwens het daglicht die je daar ziet op het schema. Dat is wel sick. Ja, wij gaan naar de dierentuin. Ik check jullie zo. Zo jongens, we zijn bij de zoo. Ik denk dat we er hier in moeten. Oh nee. De bestemming is dienstvang. 355 Julia Davis Dive. Bereikt. Hier is het. Oh, is het druk? Ja. Ah, nou, valt wel mee. Dit is de zoo parking. Ah, valt wel mee, dan is het druk. Nou, we maken hem mee. Lijkt wel een eekhoorntje gezien. Ah, is weg. We hadden al een eekhoorn. Ja. Nou, dan gaan we nu naar de dierentuin toe. Oh, hier is het achter. Nou, ik ben benieuwd. Ja, hier hoor. Alright, hier zijn we dan. De ingang. Ja. Ja. We gaan betalen. Kijken wat we tegenkomen. Ja, alright. Een kaart of zo. Dat is ook wel leuk om mee te nemen. Volgens mij niet, nee. Dat moest je scannen op zo'n kaart. Zo'n QR-code. Ja, dat ja. Oké, okay, we zijn in Zoo Boys. De eerste stapjes zijn gezet. Yay! Maar Was het nou Boys of Boise? Boise, sorry. Maar ik zeg altijd Boys. Ja, klinkt leuker. Ja, lekker met de boys. Ja. Oké, we zijn nu in ieder geval in de zoo. En we gaan deze zoo even lekker ontdekken. We gaan kijken wat er allemaal is. Dus welkom bij Zoo Boys Vlogs. Boise. De Hulk. Nice. Je hebt het boos gemaakt. Het is weer de eerste maandag van de maand. Je hebt het boos gemaakt. Ja, sorry. We hebben hier een uil, maar hier hebben we al in het wild gezien. Je ziet de beest niet eens zitten, joh. Oh, daar. Die heeft het ook echt boos voor mij. Kijk eens. Wat hebben we hier? Oh, links. Oh, serval. Helemaal in de avond. IJsbeer. Ja. Het duck. Hier dat je is er. Oh mijn god. Je kan ook nog met een bootje varen. Zo leuk, je ziet er wel gewoon goed uit en zo ook. Dus... Maar ja. We zijn net binnen het snel. Geen klaar. Zekers. Zekers. We zijn weer bij de ganzen. We zijn bij de apen. Zoiets. Ik zie hier apen. Ik zie hier apen. Oh, I eat it yesterday. Hier hebben we giraffen, jongens. Ja.
Of zoals ik zou zeggen, de zebra's. Nice. Dat is er eentje, jongens. Oh. Wat een unit. Een leeuw. Just one. Alright. Kijk, dat is pas een leeuw, jongens. Hij ligt slapen. Wat hebben we hier nou weer? Ja, ik zie hem ook wel kijken, inderdaad. Nu is het de ander. We zijn in een ranger station. Wat hebben we hier? Vogels. Iets. Ah, daar zijn twee vogels. Daar zo. Oh, dit zijn de weaver birds. In de zuid van de Sahara. Die zijn die aan het wauw, kijk dit al. Wat is dit voor dier, joh? Oh, ze heeft een heel buitenverblijf. Pinguïns, alright. Even kijken. Wat maken we mee? We gaan hier naar binnen. Dat is al die andere kinderen weer. Het is druk hier, man. Kijk, even pinguïns. En een eend. Zo jongens, we zijn nu aangekomen bij een capybara. Ook die doet niet heel veel. Die is een luie dag van mij. Ja, ook die heeft niet een heel groot hok trouwens. Maar, daar ligt hij, de capybara. Gaan we even aaien. Vond ik even leuk. Geen idee. Nou, hier zit echt helemaal niks. Nou, die zit er denk ik binnen. De gans. De gans achter het hek. Oh, hier. Echt zo. Mooie gans achter het hek. Oh, daar. Daar is er een beest. Herten. Nou, die hebben we wel een. Zullen we die kant dan maar op? Oh my god. Hier gaan de meeste mensen heen. Oké, we hebben hier de... Gorgonzosa. True. Ik denk dat dat hier zit, ja. Even kijken wat we hier hebben. Oh, hier. Dat is een dier. Dat is een dier. Hier zitten nog wat wilde honden. Sick. Daar staat een striped hyena. De meest interessante hier van deze apenkooi. Is de eekhoorn er bovenop. Maar we hebben apen hier. Oh. Apen lopen rond. Just trying to get out. It's okay. I know. Dit vind ik wel echt zielig, zo'n klein verblijf voor zo'n apen. Yeah. Er zit een eekhoorn in het apenverblijf. Lijkt me niet helemaal de bedoeling. Maar we zijn binnen ergens. Kijk wat hier allemaal is. Zwemmende tak als een wandelende tak. Oh, hier, krokodil. Hier nog een leuk aapje. Superleuk.
Nog een aap. Kijk jongens. Daar hebben we de vogel. 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 Ja, dat. Krokodil zijn we net geweest. Dus wat hebben wij hier? Zullen we het zien wel? Gaan we even kijken. Het ziet er niet uit als dieren. Ja, die zit hier ook niet, nee. Oké, nee, ja, ja, jammer. Ja. Helaas. Het is een beetje een heel vies herfje. Ja, dat is inderdaad niet heel veel. Deze maakt het ook niet heel veel beter. Er is een vogel hier binnen, maar je ziet hem amper. Oh ja, tuurlijk. Hier. Daar zit hij. Via het hek kan je wel een beetje een foto maken. Het is wel kut met foto's maken, man, hier. Dus, ik bedoel... Hoe heet die dierentuin Emmen? Wildlands was toch wel iets beter met dierenfoto's. Ja, maar ja. Ach ja. Even kijken wat hier allemaal is. Sowieso, we hebben dat hele gebeuren nog niet gezien. Ja. Daar niet en hier nog niet. Dus laten we eerst deze kant pakken. Nou, wie het toch zijn. Dit is hier Airbnb. Ziet wel sick uit. Nee, je ziet geen dier niks. Maar ik hoor wel iets. Ja, denk ik ook. Oh, sick. We hopen nog beer in Yosemite te zien. Maar dat weten we natuurlijk nog niet nu. Nou, Peter, wil je de beer zien? Ja, ja. Als je de beer wil zien bij dat blauwe verblijf, dan kost het je $5. Ja, dat is echt mogolisch. Dat slaat echt helemaal nergens op. Geldharken, geldharken. Ja. Nee, jongens, gelukkig heeft de schildpad een mooi verblijf. Zij is de predo-windjes aan het voeren, denk ik. Nog steeds helemaal niks. Zelfs met water niet. Ik krijg steeds meer de indruk dat die prairiehondjes zich niet gaan laten zien. Helaas. Ik krijg de indruk dat we bij de tijgers zijn. Oh, daar hebben we ook gewoon daarna hebben we alles bijna gezien. Hier, je moet alleen de tijger nog. De maandwolf. En dan loop je alweer richting de carousel. Dan hebben we alles gezien. Waar staan we nu nog? Oh, bij de giraffen, ja, die waren dus ook binnen. Nou, gaan we kijken wat hier zit. Ik denk dat dit dan de tijger is. Oh, wauw. Alright, dan hebben we hier nog. Iets zitten. Iets van een geit, ja. Oh, hier. Ik eet ook altijd mijn eigen been op. Alright, we gaan hier naar het volgende verblijf. Oh ja. En een eekhoorn. Deze zit hier wel heel rustig. Oh. Ja, nice. Zo, dan zijn we aangekomen bij de struisvogel. Ja, gelijk de aandacht. Ik begin even te hoesten en hij is gelijk wakker. De wolf is inmiddels wakker, jongens. Alleen ook hier verschrikkelijk om foto's van te maken. Hier is eens van een miereneter of zo. We zijn bij een rode panda aangekomen. Echt een heel mooi beestje. Dan loopt er achter nog eentje rond.
Kijk eens, oh, dit is echt een heel mooi beestje. Ja, sowieso. Nou, gaan we er weer uit, hè? Exit. Oh, exit zoo is via de gift shop. Exit. Alright. Nou, jongens. Dat was Boise Zoo. Kort maar krachtig. Zoo exit. Dan gaan we via de gift shop gaan we eruit. Dit is de zoo exit. Bye bye. Ja, inderdaad. Zo. Nou, dat was Zoo Boys. Kort maar krachtig. We gaan zometeen de grens over van Idaho en Oregon. Welcome to Oregon. There you go. Mooi man. Nou, we zijn in Oregon. Let's go. Kijk eens hoe het nog een keer zegt. Dit is een uitspraak van niks. Komt ze zo weer. Drive, sick. Ga verder naar Ituri Beltline. Ituri Beltline. It's Ituri Beltline. Nou, we zijn in John Day. Ja. Hoppakee. Het huisje al gezien. Ja, inderdaad. Het zag er leuk uit. Ja, met een Halloween achter iets ervoor. Ja, het was inderdaad wel helemaal Halloween ready. Ja, we rijden nu door John Day heen. Althans, we rijden erop af. Nog een bord hangen. Hierachter is onze Airbnb. Ja, we mogen alleen niet naar binnen nog. Nee, we moeten nog even wachten. We hebben nog niks gehoord van ze, dus we zitten hier nog eventjes. In de sauna. In de sauna, langs de weg. Er komen allemaal auto's langs. Dat is vaak op mijn weg. Ik denk dat we er zijn. Alleen, het is wel een beetje apart of zo. We zitten gewoon met die mensen in de achtertuin hier. Daar zet ik ook gewoon mijn auto neer, dus ik weet nog niet of dat klopt. Maar ja, we gaan het checken. Daarom. We zijn een beetje vroeg. Het ziet er wel mooi uit verder, dus. Laten we eerst even kijken, oké? Ik voel me ook een beetje ongemakkelijk hier of zo. Ja, ik weet het. Wat moet je hier in toe? Is hier eigenlijk? De code? Nou, denk ik die bovenste, denk ik. Ach, zo, hè? Oké. Alright. We're in. Oh, ik vind het eigenlijk wel leuk. Kijk eens hoe. We zijn in de Airbnb. Ja, mooi. Oh, hier liggen twee pasjes. Daarom kun je de deur ook openmaken volgens mij. Wacht, laten we eens kijken. Oh, is nog beter. Je kan met het pasje gaan openmaken hier. Alright. Is het een beetje een groot bed? Ik slaap aan die kant. Oh ja. Oh, en stevig. Oké. Okay. Nou, top toch? Ja. Op zich best prima. Dit is aan de voorzijde. Dus dat is ook wel een mooi uitzicht. Die laten we lekker dicht. Nou ja, prima. Is het wel deze douche of? Ja, toch? Ja, dat ziet er wel oké uit. Waar zijn we nou onderweg? We gaan pizza eten. We gaan pizza eten, ja. We zijn onderweg naar de Outpost. Zoiets voor me eten, toch? Ja, zoiets. Dus daar gaan we nu even parkeren en dan gaan we even kijken wat we kunnen eten. We zijn redelijk vroeg. Ja, dat maakt niet uit. Ik wou zeggen, even Jurassic Park uit. Zo, we zijn onderweg naar de Outpost. Waar is de Outpost? Nog veel verder. Oh, ik dacht dat het deze was. Ik dacht serieus dat dit de Outpost was. Maar dit is een meubelwinkel. Dit is niet deze kapper. Nee. Noem het Hair It of zoiets, en dit is niet deze kapper. Nee, nou, top geregeld. We zijn in het hart van John Day.
Nou goed, we zijn nu in John Day. Wat we morgen gaan doen, moeten we nog even uitzoeken. Ik denk Rock State Park of iets. Maar ja, we zijn onderweg naar de Oudbo. Oh, dat houdt. Ik wil hem gewoon weer kopen. Nou, sick. Nou, daar is het. We gaan kijken wat daar is en wat we daar kunnen eten. Ik heb in ieder geval lekker een goede trek, dus let's go. Zo, waar zitten we? We zitten bij de Outlaw, toch? Outpost. Outpost. Oh, hier, de Outpost. Grill, pizza, pub, weet ik wat allemaal. Alright. Ja, ik heb echt zin in pizza opeens. Achterkant. Achterkant? Alright. Outpost pizza, let's go. That's a pizza, man. Oh, wow. Ja, fantastisch. That's a big one. Nou, eet smakelijk. Ja. We krijgen er niet op. We hebben gewoon een rover. Maar we kunnen het denk ik wel meenemen. Maar ik zit echt bom, maar ook echt bomvol. Wat gaan we doen? We gaan ons vermaken. Ja. Is er van een sleutel? Ja. Ja, stromend water. Je ziet niks. Maar we zijn er wel. Oh, hier is het alweer. Ja. Nee, je ziet echt niks. We hebben in ieder geval iets te doen. Dat was hetgene waarvoor we het deden. Is het niet meer nuttiger dan binnen zitten? Toch? Ja. Een beetje. Een beetje? Ja.